Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Hans Ides, schepen van cultuur, jeugd en groenvoorziening in het district Wilrijk, deel van Antwerpen. Ik sta niet geheel toevallig op plaats 13 voor de verkiezingen van het Vlaams parlement bij CD&V, omdat 13 het stemnummer is van mijn favoriete voetbalclub. Ik heb twee kinderen, eentje van 2 en eentje van 5. En ik speel zelf heel graag minivoetbal, ben oud-scout en nog erg veel bezig met jeugdbewegingen en speel al heel mijn leven gitaar en luister muziek. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben in Wilrijk al even schepen van cultuur, jeugd en groenvoorziening. En het is net rond die domeinen, cultuur, jeugd, sport, dat ik denk van, dat komt volledig niet aan bod momenteel. En dat zijn toch belangrijke domeinen. Laten we kijken naar jeugd. Er moet eigenlijk echt een golf van vernieuwing voor jeugdinfrastructuur komen. Scouts en gyrolokalen, er zijn er heel veel die aan een update toe zijn. Ook in belang van de veiligheid. En dan sport. Ik denk de gemiddelde sporthal in de provincies, verschillende provincies, zijn niet meer oké. Er moet ofwel bijgebouwd worden ofwel gerenoveerd worden. Als je gaat voetballen, moet je dikwijls een jaar of twee jaar wachten voordat je ergens in een sporthal nog binnen kan. Met zwembaden hetzelfde, er is te weinig zwembadwater. We willen allemaal dat onze kinderen op 4, 5 jaar leren zwemmen, maar ook daar zijn lange wachtlijsten. En zo kan ik verder gaan naar atletiek en naar het aanleggen van kunstgrasvelden, dat ook wat omhoog was, kan gaan. Dus het is duidelijk dat we daar een sterke investering in nodig hebben. En tot slot cultuur. Ik zie dat bij ons ook. De nood aan ondersteuning voor beginnende kunstenaars, die is echt heel belangrijk. Gewoon ze ruimte geven, een atelier geven en ervoor zorgen dat ze in het begin even kunnen doen wat ze willen doen en dat ze dan de richting mee kunnen kiezen. Ik denk dat die ondersteuning het echt wel waard is. En tot slot, ik ben vader van 2 kleinkinderen en ik zie dagelijks in het kleuter- en lager onderwijs hoe hard dat die leerkrachten zich inzetten en hoe hard dat nodig is dat daar extra zorgondersteuning komt. En ik denk dat dat ook echt belangrijk is om die boodschap uit te dragen. Welke quote heeft u gekozen? Wel, van Vlaanderen een plek maken die we met enthousiasme doorgeven aan onze kinderen. En ik denk dat dat echt belangrijk is, want vanaf dat je zegt van het is goed voor mijn kinderen, dan zal het ook goed zijn voor ongeveer iedereen anders in onze samenleving. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, dat was al heel jong eigenlijk Jean-Luc Dehaene. Gewoon omwille van zijn bulldozermentaliteit, die af en toe gewoon rechtdoor ging. Ik sprak met 2, 3 mensen in de tijd dat er nog een compromis kon gesloten worden, dat er nog achter gesloten deuren bleef dat compromis en dan werd verkondigd. Ik denk dat die manier van politiek doen vandaag niet meer dezelfde zou zijn, maar wel het uitgangspunt van ik ga ergens voor, ik blijf erachter staan, ik keer mijn kar niet, dat dat wel belangrijk was. En ik vind het ook leuk dat hij zich evengoed op een stier liet zien, dat hij zich niet altijd zorgen maakte om zijn imago, maar wel gewoon bezig was met hoe kan ik hier het beste voor België betekenen. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, dat is eigenlijk vooral ook mobiliteit geworden. Hè. Als ik Vlaams kijk, er zijn heel belangrijke investeringen rond Antwerpen met betrekking tot Oosterweel. Maar in heel die zuidrand van Antwerpen is er ook een grote nood aan investeringen. Dan heb ik het vooral over de A12. Hè. Alles tussen Antwerpen en Brussel staat momenteel vast. En daar is echt nood aan een visie rond heel die A12. Onlangs werden daar wat kruispunten aangepast. Staan men nu in de files in alle dorpskernen, Aartselaar, Wilrijk, Schellen, tot en met Bornem. De gevolgen zijn heel groot, terwijl daar we echt moeten nadenken over kunnen we dat er onder tunnelen, kunnen we die kruispunten aanpakken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat verkeer niet in al die dorpscentra komt. Want we hebben nu misschien een gevaar op de A12 weggehaald door daar conflicten uit te halen, maar we hebben de gevaren terug naar de dorpskernen gebracht. Dat lijkt mij een heel onverstandige manier van aanpakken. Is echt een totaalvisie voor die mobiliteit in de Zuidrand nodig. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, dat gaat dan vooral over samenwerken. Ik heb zelf geleerd dat voor mij een coalitie is een coalitie. En dan probeer je 6 of 5 jaar overeen te komen. En uiteraard dat niet altijd lukt. Maar dan hou je dat binnenkamers en dan ga je dat niet altijd op straat uitvechten. Want dat is echt wat de mensen kotsbeu zijn. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb het shirt van mijn eigen minivoetbalclub, de Glazen Boterham, meegebracht. Voilà. Zo.
En ik denk dat dat belangrijk is. Dat spelen in clubverband, die kameraadschap onder elkaar, die 50 minuten dat je elkaar van alles kan verwensen, kan zeggen van wat het is er daar allemaal gebeurd, en toch die 5 minuten na de match waarop het allemaal vergeten is. En denk in politiek dat dat ook wat meer zou mogen gebeuren. Dat we inderdaad in het heetst van de strijd zeggen waarop dat staat, maar 5 minuten later wel ervoor zorgen dat je met elkaar nog een pint kunt pakken, dat je nog verder kunt. En tot slot, sport is ook een enorm goed middel tot integratie. En met onze club hebben wij bijvoorbeeld ook een West-Vlaming opgenomen.